Twee ploegen die met een goed gevoel in deze wedstrijd beginnen, want beide ploegen wisten hun vorige duel met 2-1 te winnen. Eindhoven met 2-1 bij de Graafschap en VVV won met 2-1 van provinciegenoot MVV. En opvallend was dat bij beide ploegen een speler van de bank kwam om een belangrijke goal te maken. Bannies aan de kant van Eindhoven en Venema aan de kant van VVV. Maar vandaag beginnen ook die twee op de bank. Eindhoven als nummer 4 dan toch wel als lichte favoriet aan te merken in deze wedstrijd tegen VVV. Dat het knap doet op de zesde plaats. Dit is een schot van de keersmaker. In een eerste helft waarin niet heel veel te genieten viel. Ingooi van VVV. Daar ook weer het weghalen, het duwen en dat wordt gezien. Kansje voor Sven Braken. De clubtopscorer van VVV met 9 goals. De Venlonaren ook nu weer met Braken. En met Huisman, daar is de grootste kans in deze wedstrijd. De man afkomstig van Vitesse. Komt vaak toch wel in kansrijke positie. Weet niet altijd dan het juiste te beslissen. Dit is geen overtreding. En dus moet er zowaar een keeper aan de bak. Maar het schot van Brim is de redding er van Ennio van der Gouw. Geen overtreding gefloten. De Canadees mag door. En de redding van der Gouw voorkomt in ieder geval een treffer. Dan is dit wel even lekker. Even wat warms in je mik schuiven. Want hartverwarmend is het op het veld zeker en vast niet. Met Amavoor, de aanvoerder. Balletje terug. Dit ziet er al riskant uit. En dan weet je eigenlijk al dat dit mis moet gaan. Met Klaas een goede paas. En dan is het de Boer die naar binnen probeert. Dan een soort van hakje. Een volgend schot. Maar echt... Er doorheen komt de ploeg van Rick Kruis ook niet. Allemaal voor. Dalhaus vertrekt daar links uit uw beeld. En komt hier weer links terug het beeld in. En hij zet deze aanval op samen met Brim. Komt terug in balbezit. Het is wel een hele behendige speler, Dalhaus. Puur links. En dat zie je met name terug aan het schot met rechts. Maar hij die linker wingback... In het systeem van Eindhoven met die drie centrale. Dalhaus aan die linkerkant. En aan de rechterkant is het Thibaut Persijn. Eindhoven lijkt dan wel wat sterker te worden in deze fase. Buitenkantje rechts van Brim. Balletje terug. En Diaby met het schot wat overgaat. Dat verraadt een beetje dat de ploeg van Penders beter in de wedstrijd komt. Zonder dat het overtuigt overigens. De keersmaker. Daar is het wat glibberig en dan glijdt hij ook weg. Probeert dan zelf weer dat te herstellen. Maar het balbezit blijft voor VVV. Met inmiddels Mitchell van Rooyen in de ploeg. Vindt Stan Dekker. Dit is knap gedaan. Dit is heel slim gedaan. Dit is een volgende kans voor de Boer. Ja, tot dit seizoen niet echt een doelpuntenmaker. Kees de Boer in 2 seizoenen. Die voetbalde in het totaal de voetbal 52 wedstrijden gespeeld, 0 goals. Heeft er dit seizoen wel al 2 gemaakt, dus het begint een beetje te komen bij de Boer. Goed op de blok gezet. Waar Noël Bannes inmiddels in de ploeg is gekomen. En Kuksu aan de kant van Eindhoven. Dit is Bannes. Bannes naar binnen, Dalhaus meegeven. Dit is prima gespeeld van FC Eindhoven. Maar Dalhaus besluit dan in het zijnet. Vrij trap. Voor VVV, als die bal daar een beetje blijft liggen. En dan is het Van Rooyen die daar een tikkie tegenaan geeft. En VVV op 1-0 zet. Als die bal een beetje blijft hangen, dan is het ook Sven Braken die zijn hand opsteekt. Omdat hij denkt dat er sprake is van Hens. Nou ja, daar zat ook wel een armpje aan trouwens. Maar uiteindelijk gaat dat spel door en weet Van Rooyen het net te vinden en de score te openen. Met ook Venema in de ploeg. En dit is de Boer. Daar komt de keeper. Die bal gaat er langs. En Dalhaus is de laatste die hem aanraakt. En dan mogen de geleerden zich over buigen of het een eigen doelpunt is van Dalhaus. Of toch de derde goal dit seizoen van de Boer. Hij weg. Keeper komt wel. Daar komt hij half langs. En dan is het Dalhaus die als laatste in ieder geval die bal aanraakt. En zo wint de ploeg van Rick Kruis van Rob Penders. Zo wint VVV uit bij Eindhoven met 2-0.